Hoi Gonnie, fijn dat ik jou even mag interviewen. Kun jij zeggen voor welke klachten je bij de fysiotherapeut kwam? Ik kwam bij de fysio een jaar geleden voor de klachten dat ik zo moe was en heel kortademig was en ik corona gehad heb. Oké, en hoe lang heb je die klachten gehouden? Bijna een jaar. Oké, en daar heb je ondersteuning van gehad van de fysiotherapeut. Heb je daar ook iets aan gehad? Jazeker. Ik ben begonnen met 2 minuten wandelen en 1 minuut rust. Enkele weken en daarna zo langzaam opgebouwd. Nu wandel ik ruim 1 uur en 4 kilometer. Oh, nou, dat is hartstikke netjes. En zijn er nog andere mensen die jou daarbij geholpen hebben, behalve de fysiotherapeut? Nou, ik heb ook de huisarts natuurlijk. En ik heb de longarts, die heeft ook controle gehad. Oké, en waar heb je nu nog last van? Nou, ik voel mezelf steeds fitter. Ik moet wel zorgen dat ik mijn taak een beetje verdeel, maar het gaat ontzettend goed. Ik heb heel veel energie teruggekregen. Zoals ik dan vraag wat het effect is op jouw dagelijks leven, dan zeg je eigenlijk dat je veel fitter geworden bent. Inderdaad, veel fitter. Heeft wel een jaar geduurd, maar ik ben ontzettend blij met de fysio die me ontzettend geholpen heeft. Oké, nou dankjewel.